Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ga jullie vandaag iets superleuks laten zien, namelijk hoe je honderden euro's kan besparen door het zelf zetten van je tape-in extension. Ik heb hier twee verschillende kleuren. Ik heb alles besteld op AliExpress en tegenwoordig hebben ze gewoon zo'n garantie dat je binnen 15 dagen in huis hebt. Gratis verzending en je mag het gratis terugsturen zonder opgave van enige reden. Ook weer binnen 15 dagen. Dus je kan gewoon thuis op je gemakje lekker kijken of de kleur matcht, of de lengte goed is. En dan daar stuur je het gewoon lekker gratis terug. Dus wat ik hier heb zijn twee soorten extensions. Deze is een beetje gemêleerd zoals je kan zien. Deze heeft een soort van highlights. Dus de bovenkant is een beetje donker. En dan loopt die uit met wat highlights wat blonder naar onder toe. En ik heb deze. En deze is gewoon egaal. Ik haal hem expres niet van de verpakking af, want ik ga deze terugsturen. Alleen bij de uitgroei matcht die niet, maar bij mijn puntjes wel. In principe is het belangrijkste om het goed te matchen met je puntjes. Want ja, daar zie je het natuurlijk. Maar bij mij, de reden dat ik extensions ga nemen, is omdat ik heel veel beschadigde plukjes heb. Zoals je misschien hier wel kan zien. In de zomer heb ik een ongelukje gehad met mijn haar. Ik blondeer het al meer dan 10 jaar zelf. En dat gaat altijd goed. Ik heb er inmiddels heel veel ervaring mee. En wat ik dus in de zomer fout heb gedaan, is dat ik op deze plek, daar is mijn balkondeur en ook gelijk een raam. Het was die dag 32 graden en toen ben ik dus met mijn achterhoofd lekker in de zon gaan zitten van 32 graden. En hitte en warmte versnelt het blonderingsproces enorm. Dus daar moet je heel erg mee oppassen. En ja, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Dus toen had ik dus afgebroken plukken. Ik ga nog steeds liever niet naar een kapper toe, omdat ik gewoon weet dat ik het zelf kan. Dus dat scheelt. Kijk, dit soort risico's, ja, dat kan gewoon gebeuren. En als jij dat soort risico's niet wil lopen, moet je natuurlijk zeker lekker naar een kapper gaan. En dat moet iedereen zelf weten. Maar goed, vandaag gaan we het hebben over de extensions. Dit is dus de reden waarom ik dus wat volume mis. In principe is mijn lengte gewoon goed, vind ik. Als je misschien ook wel kan zien, heb ik hier wel volume, maar dan stopt het haar natuurlijk hier. Ja, en dan mis ik gewoon hier een stuk volume. Dus dat wil ik dan gaan opvullen met extensions. Dat is dus ook de reden dat ik voor deze donkere gemêleerde ga. Want zoals je kan zien matchen die perfect met mijn uitgroei. Ik zal de linkjes van de producten in de beschrijving achterlaten. Wat ik al zei, je kan ze dus gewoon weer gratis terugsturen. Mits je ze natuurlijk niet die plakkertjes eraf hebt gehaald en zo. En ja, het is gewoon heel snel binnen. Bij mij was het elke keer echt binnen 14 dagen binnen. Deze was geloof ik maar 10 dagen al binnen en deze binnen 2 weken gewoon. Dus ik laat de linkjes achter van zowel degene met de highlights. Daar hebben ze ook veel meer kleurenvarianten van. Ze hebben ook echt ombre. Ze hebben echt alleen maar met highlights. En van deze hebben ze ook heel veel kleuren. Alleen dan gewoon, hoe zeg je dat? Egaal. En het is allemaal human hair. Dus je kan dit verven, je kan het stylen, je kan het wassen. Het gaat in principe tot een jaar mee, dit haar. Ik heb er hier al eentje in gedaan afgelopen week. Gewoon puur om het uit te testen. Ik wilde gewoon kijken hoe het aanbracht, of het dan lekker zit, hoe het slaapt enzovoorts. De eerste dag was het heel erg wennen, maar nu ben ik er al helemaal aan gewend. En nu weet ik dus dat dit gewoon lekker is, dat dit werkt voor mij. Dus ik ga de andere extensions ook plaatsen. Ik heb nog een setje besteld van deze. Dit is, ik zal even in beeld zetten hoeveel inch. En deze is eigenlijk te kort voor mij, want ik heb mijn scheiding zoals je kan zien altijd hier zo. En omdat ik natuurlijk die korte plukken hier heb, wil ik die tapejes zo dicht mogelijk bij die korte plukjes aanbrengen. Zodat het over de rest van die korte plukjes heen valt. Dus wat ik daarvoor moet doen is die tapejes helemaal hier aanbrengen. Dus dan heb je natuurlijk meer lengte nodig. Dus als je dan kijkt vanaf hier is het te kort. Dus ik heb hem besteld in 15 centimeter langer. Ik geloof 55 centimeter of zo. Ik zal het even in beeld laten zien. Dus deze hou ik ook. En daarmee breng ik een laag aan ongeveer op deze hoogte. En dan heb ik dadelijk die langere binnen. En die ga ik echt hier zo aanbrengen. Zodat het een beetje over die plukjes heen valt. Als je die tapejes hebt aangebracht, dan groeit het natuurlijk mee met jouw haar. Op een gegeven moment heb je natuurlijk zo'n stukje uitgroei ertussen zitten. Dus zit dat tapeje lager. Wat je dan kan doen is het verwijderen met een speciale remover. Heb ik ook besteld. En dan kan je weer opnieuw tape erop aanbrengen. En dan kan je natuurlijk weer de tape-ins hoger op plaatsen. Als je naar de kapper gaat of naar een speciale extension zaak, zeg maar. Hoe zeg je dat? Naar zo'n speciale haarstylist, dan ben je honderden euro's kwijt. Nou, en nu was ik nog geen 100 euro kwijt. Dat is zoveel geld en dit is echt niet moeilijk om zelf te doen. Echt waar, trust me. Als ik het kan, kan jij het ook. Hoe je deze tapejes dus aanbrengt. Je krijgt 20 van die tapejes in één verpakking. En je hebt er 2 nodig voor 1 sandwich. Zo noemen ze dat, een sandwich. Oh. Zoals je kan zien is dit de buitenkant.
En hier zit de tapelaag. Je pakt een dun plukje van je haar. Dat gaan we natuurlijk straks allemaal uitgebreid doen. Maar ik leg het nu even snel en kort uit. Daar gaat dit tapeje onder. En dan pak je het volgende tapeje. En die plak je erop. En dat is dan de sandwich. Dus daar moet je even rekening mee houden als je dit aanschaft. Dus 20 tapejes zitten dan in een verpakking. Maar dat betekent eigenlijk maar dat je 10 stroken extensions hebt. Omdat je er 2 nodig hebt voor 1 complete extension. Ik ga beginnen met het aanbrengen van de kortste extensions. Ik heb super handige klevende kussentjes. Ik noem ze maar even kleefkussentjes. En die heb ik ook van AliExpress. Ik zal het linkje uiteraard er ook van achterlaten. En daarmee kan je dus heel makkelijk zorgen dat die plukjes even goed blijven zitten. En daarna pak ik het tapeje. Ik neem een dun plukje haar zoals je kan zien. Ik pak het tapeje en die plak ik op het plukje haar waar ik hem wil hebben. Niet helemaal tegen mijn scheiding aan. Je houdt er wel een paar millimeter tussen, want anders gaat het zeg maar knellen. Dan draai ik het plukje om, zoals je kan zien. En kijk ik even welke haartjes los zitten en welke vastgeplakt zitten. De losse haartjes die klem ik weer even vast onder het kleefkussentje. Dan pak je het volgende plukje en die plak je dan aan de onderkant vast, zodat het een sandwich wordt. Zoals ik net al uitlegde. Vervolgens pak je je steltang. Zorg ervoor dat hij op de allerlaagste hittestand staat. Want anders dan smelt je tape en dat wil je natuurlijk ook niet. Je tikt even 3 keer op je tapeje, zodat het mooi samensmelt. En dan pak je een speciaal tangetje. En daarmee klem je nog even het tapeje vast. En dan is je tapeje klaar. Ik ga nu zeg maar bij mijn kruin aan de slag. En wat hier belangrijk is, is dat je dus een beetje die ronding van je kruin gaat volgen. Dus als ik hem hier zo recht neerzet, dat heb ik al gekeken, dan valt dit er niet overheen, dat haar. Dus waar ik hem nu heb geplaatst, ik heb hem nog niet vastgezet, ik heb hem even met bobbypins. Zie je, dan gaat hij een beetje zo diagonaal mee en dan valt precies dit plukje er overheen. Dus daar moet je even goed op letten hoe jouw kruin loopt. Dus ga niet zomaar rechte lijnen plaatsen, zeg maar. Je moet echt een beetje zo met die... een beetje die hoefijzervorm ga je mee met je hoofd. Dus nu ga ik hem vastzetten. Het is wel een uitdaging hoor, zo met die spiegels aan allebei de kanten. Uiteindelijk wil ik natuurlijk hier ook nog meer aanbrengen, maar daar heb ik die wat langere voor nodig en die heb ik nu nog niet binnen. Hier zit tot nu toe de hoogste rij, dus ik ga daarboven gewoon nog een rij aanbrengen, denk ik. Ik heb nog 4 plukjes over, eigenlijk 3,5. Ik mis er nog eentje. Jou? Misschien is Tyler ermee vandoor gegaan, ik weet het niet. Nee? Nee. Waar ik ook op let is dat, zeg maar... tot hoe hoog ik kan gaan, want hij is natuurlijk even lang als mijn haar. Dus als ik hoger ga dan dit, dan wordt dit plukje te kort. En op zich is dat niet erg als je eigen haar in laagjes is, maar mijn haar is niet in laagjes. Dus ik kan echt niet hoger dan dit gaan eigenlijk.
Oh, ik kan toch niet serieus filmen met dit achter me. Het is voor mij heel lastig om elke keer een houding te vinden hoe ik die camera moet neerzetten. Maar nu kan je precies die scheiding hier zien die ik ga gebruiken. Okay, deze heb ik te strak tegen de hoofdhuid aangebracht. Als ik hem nu omklap, zeg maar, dan voel ik dat hij een beetje trekt. Dus deze zit te strak tegen mijn hoofdhuid. Maar goed, ik ga er nu niks meer aan doen. Je haar groeit vanzelf weer. Dus dit is met een week of zo is het weer gewoon uitgegroeid. Maar je moet hier wel mee oppassen. Want op die manier kan je wel haarbreuk krijgen natuurlijk. Want als jij nu elke keer je haar bijvoorbeeld in een staartje gaat doen. Dan draai je natuurlijk die extension om. Kijk, ik hou het gewoon los. Dus dan is het niet zo heel erg. Maar dat zijn dus wel dingen waar je mee moet oppassen. Want op die manier kan je dus wel schade aanbrengen aan je haar. Ik voel even of alle haartjes goed erop vastzitten. En als je nog een beetje plak voelt, dan kunnen er dus nog wat haartjes bij. Okay, dit doe ik weer gewoon op de tast. Ik voel gewoon waar die hoekjes zijn. Stel dan 1, 2, 3. Als je zeg maar dat pakje in je handen hebt, dan denk je echt, nou, is dit alles? Echt een paar van die plukjes lijkt het wel. Maar zodra je het eenmaal een beetje zo verspreid in je haar hebt zitten, dan is het echt superveel. Nou, nu zit de volledige eerste set erin, dus 20 van die tapejes, eigenlijk 10 volledige plukjes zijn het dus geworden. Ik heb ze mooi verdeeld over mijn haar en de achterkant ook, in een soort van de hoefijzervorm van mijn hoofd heb ik gevolgd. En nu moet alleen nog eigenlijk op het bovenste gedeelte moeten de langere plukjes, maar die zijn nog niet binnen. Dus zodra die binnen zijn, gaan we die ook aanbrengen. Oké, de tweede set is binnen en zoals je kan zien is deze een stuk langer. Ik heb thuis nog mijn semi-permanente bruine verf, lichtbruine verf. Dus ik ga de extensions zelf ga ik nog even met semi-permanent net wat meer bruin maken. Dat zeg maar dat blonde net wat minder is. Want in mijn eigen haar zit op dit moment geen blond. Mijn eigen haar is gewoon egaal. Dus we gaan nu de laatste set aanbrengen. De onderste tapejes erop plakken doe ik inmiddels op de tast. Omdat je kan gewoon goed voelen waar dat andere tapeje zit. En op de achterkant kan je het gewoon niet goed zien. Je kan wel een spiegel erbij pakken, maar je werkt dan in spiegelbeeld. Dus het is heel erg tegennatuurlijk. Dus op een gegeven moment heb ik het maar gewoon op de tast gedaan. En dat werkte gewoon prima voor mij. Ik zit hier bij mijn vriend thuis te werken en ik was mijn steltong vergeten mee te nemen. Dus die zie je nu even niet in beeld. Maar die raad ik je zeker wel aan om ook te gebruiken. Ik ben inmiddels trouwens naar de sauna geweest met die eerste set ook. En ze zitten nog steeds echt super goed. Dus de kwaliteit van de tape zelf is echt top. En verder volg ik hier zo eigenlijk de natuurlijke ronding van mijn scheiding. Zoals je kan zien, ik heb dus geen echte rechte scheidingen gemaakt. Maar ik kijk gewoon naar hoe mijn scheiding natuurlijk valt. En die rondingen volg ik eigenlijk. Op die manier zien de tape en extensions er straks het natuurlijkst uit. Let er ook even op dat je niet tot helemaal aan de voorkant van je haarlijn gaat werken, want dan zie je ze natuurlijk ook zitten. En plus dat zal je misschien ook wel merken, dat die extensions de neiging hebben om een beetje naar voren te gaan hangen in je gezicht. Dus wat ik je aanraad is om in ieder geval een centimeter ertussen te laten tussen het begin van jouw haarlijn en de extension. En hier zie je dat ik ze aanbreng in principe op mijn middenscheiding. Dat komt omdat ik zelf geen middenscheiding draag. Maar als jij wel middenscheiding draagt, moet je ze natuurlijk niet exact op je scheiding aanbrengen. Zorg dat je altijd wel zeker iets van een centimeter
een rijtje van een centimeter overhoudt van je eigen haar, wat dan over die extensions heen valt. Het valt me op dat je echt heel weinig haar nodig hebt om die extensions goed te verbergen. Dus je komt echt wel weg met een heel klein strookje haar. Maar goed, dat kleine strookje heb je dus wel nodig. Dus breng ze niet helemaal aan op je scheiding zelf. En hier zie je wat ik net bedoelde. Met dat je op een gegeven moment maar die spiegel gewoon beter kan wegleggen. Natuurlijk niet voor die bovenste extension. Die moet natuurlijk gewoon mooi recht zijn. Maar als je op een gegeven moment die onderste erop gaat vastplakken. Ja, dan kan je het gewoon maar beter op de tas doen. Want je zal misschien wel denken, wat zit je nou moeilijk te doen? Je ziet het toch in de spiegel. Maar als jij zeg maar in de spiegel kijkt en jij beweegt naar links, dan lijkt het in de spiegel alsof je naar rechts beweegt. Dus het is heel tegenstrijdig. Dus ja, dit is wat ik net bedoelde met dat je die onderste tape aan de achterkant soms gewoon beter op de tas kan doen. En wat ik hier doe is ook echt een aanrader. Pak eerst even een haarspeldje en klik daarmee even je tape-in extension vast voordat je hem vastplakt. Dan kan je je eigen haar er weer even overheen kammen en dan kan je zien hoe het eruit ziet. Is hij mooi verborgen? Hangt hij goed? Weet je, je kan gewoon dan even goed kijken of die op de goede plek zit en dan pas ga je hem vastplakken. En dan is dit het eindresultaat geworden. Ik ben echt super blij met de extensions. En mijn doel was natuurlijk om die korte plukjes te verbergen. Zoals je kan zien heb ik die extensions mooi hoog gekregen. Dus de laatste rij die zit echt tot hier, zeg maar. En er valt dus maar een heel klein stukje van die korte plukjes valt er overheen. Dus mijn doel is bereikt. Ik ben er echt enorm blij mee. De kleur matcht goed. Het matcht niet 100%, maar ja, een beetje boeiend. Ik merk alleen wel dat ik het lastig vind met mijn haar was. Omdat je niet lekker uitgebreid zo die shampoo erin kan masseren in je hoofdhuid. Maar goed, hè, wie mooi wil zijn. Dat hoort er allemaal bij. Je moet er iets voor over hebben. Verder ben ik echt super blij mee. Dus ik ga ze lekker laten zitten totdat ik weer een centimeter of anderhalf uitgroei heb. En dan ga ik ze eruit halen en opnieuw erin doen. Laat mij even weten of jullie het leuk vinden als ik een video maak over hoe ik de tapejes verwijder straks. En hoe ik ze dan bijvoorbeeld schoonmaak, de tapejes opnieuw aanbreng en ze dan opnieuw ga plaatsen. Misschien dat jij nu ook wel geïnspireerd bent om lekker zelf je extensions te doen. Ik ben er super blij mee. Dankjewel voor het kijken en ik zie je bij de volgende video. Doeg!